Ik had wel de optie om ook nee te zeggen tegen God. Die ruimte had ik, die voelde ik gewoon. En ik heb ja gezegd. Ik kan me nog echt herinneren dat ik nachten heb gehad dat ik mijn haren uit mijn hoofd probeerde te trekken vanuit de stress, de angst, de eenzaamheid. Ik kan me nog herinneren dat ik mezelf sneed in de polsen om ander soort pijn te voelen dan die eenzaamheid en die angst. Ja, zoals ik het zie, na eenzaamheid komt hopeloosheid, want alleen red je in het leven niet. Ik kwam ook niet uit mijn problemen, maar ik kon ook het leven niet aan. In een maatschappij kon ik niet goed functioneren. Dus alles stortte in. En dan, ja, in die hopeloosheid heb ik dan gedachten gehad van zelfmoord. Dat was voor mij een eigen oplossing om te zeggen van, dat is een manier om eruit te stappen. Toen ik 19, 20 jaar oud was, 21 jaar oud was, toen heb ik echt ook pogingen gedaan. Eén keer weggelopen en pogingen gedaan. Voor de trein, bij de brug, allemaal momenten gehad, zal ik het doen of zal ik het niet doen. Ja, tot op dat moment dat ik echt van plan was om mijn polsen door te snijden. Ik heb wel echt in het begin van mijn basisschool echt leuk gehad. Laatste jaar van de basisschool kwam er een aantal nieuwe leerlingen in de klas. Ja, eentje daarvan die had bepaalde buien, om het zo te zeggen. En dat richtte vooral naar mij toe, op een of andere manier. Kleine treiterijtjes, negatieve aandacht naar mij toe. Op een gegeven moment dan, kwam ik met een hersenschudding thuis. En toen kwam de dokter even kijken hoe het met me ging. En de juffen waren dan ermee bezig en mijn ouders. Maar uiteindelijk niks opgelost of niks veranderd. Dus alles bleef een beetje doorgaan dat jaar. Aan het einde van groep 8 merkte ik, achteraf dus, dat ik echt wel sociaal teruggetrokken was. Niet meer die vrolijke, enthousiasme, creatieve jongen, maar gewoon een echt teruggetrokken jongetje was geworden. En dat pesten, dat begon dan op de basisschool, maar dat ging ook door in de middelbare school. Mijn boeken werden gestolen, ik werd van een fiets afgetrapt. Fysiek, ook gewoon slaan, zeg maar, schoppen. Ook op schoolplein, dat ze achter me aan kwamen. Ik zag het niet aankomen, maar op een gegeven moment lag ik op de grond, echt met zere rug. Dus op een gegeven moment ontwikkelde daar ook weer die angst. En uiteindelijk, de laatste 2 jaar, zat ik gewoon alleen op de wc, tijdens de pauzes. En uiteindelijk was ik echt een jongen die gewoon in de zomervakantie, de 2 maanden lang, thuis op zijn kamer zat. Mijn moeder was altijd wel betrokken, echt gewoon fysiek betrokken. Mijn vader was op afstand betrokken, die moest vaak werken, was vaak weg. We hebben een paar keer gehad dat de juffen dus ook betrokken waren en hebben geprobeerd om iets te doen. Maar uiteindelijk hielp dat allemaal niet. Daardoor werd ik echt depressief. En depressief was echt, ze noemen het manisch depressief, maar dat het gewoon heel erg diep ging en dan weer omhoog. Het was in de zomervakantie weer, dus ik was weer alleen en ik hoefde niet naar sociale iets, zeg maar, naar school of wat dan ook. Dus, en ik had echt, het was echt een zomerse dag en ik dacht echt van, ik ga er nu een eind van maken. Ik zie ook verder geen hoop, geen uitweg. Dus toen heb ik een tas ingepakt met een mes. En toen ben ik naar een weiland gegaan in Nunspeet. Een rustig plekje opgezocht met een beekje, zo'n koud, zo'n kabbelend beekje. En goed om me heen gekeken, er was verder ook niemand in de buurt of er was eigenlijk bijna niks. En toen heb ik mijn mes gepakt en toen wou ik dus echt gaan snijden. En toen ik dus kracht wou zetten om het te doen, toen hoorde ik echt audiobaar, extern, Wim, er is iets in dit leven waarvoor de moeite waard is om voor te leven. En dat was zo luid dat ik
stopte met het kracht geven om te snijden, keek om me heen. Er was echt verder niemand. Maar ik voelde voor het eerst in een hele lange tijd vrede, hoop, een stukje levensenergie, kracht, zeg maar. En toen heb ik die keuze gemaakt van, oké, als er iets is, dan geef ik dat nog één kans om dat te vinden. En toen ben ik dus de mes heb ik weer in de tas gedaan en ben ik weer naar huis gefietst. Ik heb eigenlijk meteen gezegd van, ik heb hulp nodig. En mijn ouders zaten daar eigenlijk al op te wachten. Hè. Je komt in een leeftijd dat jij degene moet zijn die de hulp moet vragen, zeg maar, niet je ouders. Dus hun hebben er eigenlijk op gewacht. Dus dat was meteen, halleluja, hij gaat hulp vragen. Dus uiteindelijk zijn we heel snel al terechtgekomen bij het Evangelische Begeleidingscentrum. En daar had je een soort dagopvang, zeg maar. Dus daar ben ik ook heel snel naartoe gegaan daarna. Nou, bij het Evangelisch Begeleidingscentrum, dat is, als ik terugkijk, mijn beste jaren eigenlijk wel van opbouw, van groei, van herstel. En dat heeft wel mee te maken dat ik natuurlijk op zoek was naar die iets. En die iets had ik eigenlijk pas na 2 maanden opvangperiode, kwam ik die iets tegen. Dat is eigenlijk ontstaan door een meisje die ook opgenomen was op die plek. En die had echt een levende relatie met Jezus. En dat was echt anders dan naar de kerk gaan en Bijbel lezen en bidden. Zij had iets, hè, dus iets, wat anders was, wat levendiger was, wat meer met relatie te maken had. En dat trok mij. En ook letterlijk gebruikte ze het woordje iets heel vaak. En ik weet nog, dat heb ik altijd in mijn achterhoofd, van ik ben op zoek naar dat iets. Dus ik ben niet op zoek naar een opvangcentrum of een instelling of wat dan ook, maar ik ben op zoek naar iets wat de moeite waard is om voor te leven. En zij heeft eigenlijk de moeite genomen om te vertellen over Jezus, wat zij voor mij heeft gedaan, voor iedereen heeft gedaan. Uiteindelijk heeft ze dus 6, 7 pagina's opgeschreven wat Jezus allemaal voor mij heeft gedaan. Ik heb het allemaal goed gelezen. En nadat ik dat gelezen had, dan weet ik nog wel, om 0.00 uur ging ik naast mijn bed op mijn knieën. En toen heb ik eigenlijk gewoon tegen Jezus gezegd, Heer, het is niet veel wat ik heb. Mijn leven is ook echt een wrak. Maar als u mijn leven wilt, dan bied ik u mijn leven aan. Normaal krijg ik dan een getuigenisverhaal. Maar ik heb echt geen verschil, echt helemaal niks. Niks gehoord, niks gezien, niks gevoeld, niks veranderd. Maar ik vond haar dus wel leuk. Dus ik heb toen gezegd tegen haar van, joh, ik vind je hartstikke leuk. En toen had zij gezegd van, ik vind je ook leuk, maar niet zo leuk. En toen had ik dus voor het eerst een blauwtje opgelopen, en dan, zo heet dat dan. En toen ging ik dus huilend fietsend naar huis. En toen merkte ik dat ik gewoon de hopeloosheid weer terug voelde. De hopeloosheid, ja, ik ben ook niks waard, ik kan ook niks, ik ben ook niks, ik ben ook niemand. En ik fietste echt naar huis en dat was iets van 2 kilometer fietsen naar mijn huis. En tijdens het fietsen huilde ik dus van verdriet en van eenzaamheid. En zong ik een opwekkingsliedje. En ik was aan het lachen. En die combi, nou, dat heb ik dus nog nooit meegemaakt, ook daarna ook nooit meer. Maar die combi, dat maakte me wakker. En toen hoorde ik dus dezelfde stem die ik op de weiland hoorde. Alleen dus intern in mijn hart. Dus niet via mijn oren, maar echt via mijn hart. En die zei dus van, Wim, ik ben bij je. En ik zal je nooit meer alleen laten. En toen verdween de hopeloosheid, de depressiviteit, alles wat er naar boven kwam drijven, verdween eigenlijk als sneeuw in de zon. En uiteindelijk was ik gewoon aan het einde, toen ik thuis kwam, hartstikke blij. En ja, achteraf was dat dus de Heilige Geest, maar dat is het achteraf dan. Maar sinds dat moment is mijn leven alleen maar positief omhoog gegaan.
Ik heb echt wel 7 jaar intensief gewerkt aan mezelf. Het zij emotioneel, het zij gewoon in de maatschappij kunnen blijven staan. Gewoon de praktische dingen, schoonmaken, afwassen, de was doen. Dat zijn allemaal dingen die ik niet heb geleerd. Ik heb altijd alleen gezeten achter de computer. Niks geleerd, niks meegemaakt, niks. Dus dat heb ik echt wel lang over gedaan, als ik dan zelf mag zeggen. En ik ben nu getrouwd sinds 2010 met Chantal. En zij was ook de eerste persoon die ik toeliet in mijn hart. En met haar geniet ik gewoon echt van het leven. Samen gewoon ontdekken. Ook heel veel gewoon wat ik nog moet meemaken. Hè. De meeste jongeren maken allemaal hun eerste baantje mee op hun 16e, 17e, 18e, 19e. Ja, mijn eerste baantje was 28, 29 jaar. En natuurlijk mijn eigen stichting Fluister, dus echt een jaartje oud maar. Maar ook daar geniet ik ontzettend veel van, dat ik mensen mag bewust maken dat God echt spreekt vandaag de dag. Wij doen dat door middel door magazine, 2 keer per jaar geven we dat uit, gratis. En we spreken regelmatig in groepen die ons uitnodigen. Ik spreek nu ook regelmatig voor mensen, dus ik heb geen angsten daar meer voor, dat is echt verdwenen. Maar als ik moet kiezen tussen een boek lezen thuis of een verjaardag met mensen, zeg maar, dan zit er nog steeds wel iets van, oh, geef mij maar een boek. Dus dat blijft toch nog wel een beetje erin zitten, zeg maar.